Kunststoffans, welkom in deze gloednieuwe video. En als je deze video nu al leuk vindt, abonneer gelijk op deze YouTube kanaal. Doe een blauwe duimpje omhoog. En doen we veel reacties eronder. En natuurlijk een belletje om meer video's te krijgen. En we gaan deze video nu al beginnen. Nou, deze video wordt anders. Nou, niet echt anders dan anders. Want ja, het is wel een beetje laat aan het worden. Maar toch maak ik even klaar deze video. En nou, over de Efteling. Die gaat over binnenkort weer open. Kom helemaal goed uit. Want de Efteling bestaat nog een ander jaar nog. Maar ik weet eventjes niet meer hoeveel jaren Efteling weer is. Maar het heeft niks. Maar ik heb wel nu al een leuk cadeau al gemaakt. Het is nog een beetje vroeg een cadeau te maken voor de Efteling. Het is namelijk een nieuw Efteling boek. Ze mogen er zelf in schrijven wat ze wilden. Ja, 70 jaar. Ik weet het nu al. Ik heb net iets opgezocht op mijn telefoon. Die wordt 70 jaar. Want dat betekent dat de Efteling nu bijna de populairste wordt van Nederland. En waarom? De attractie van Max en Moritz. Ja, vandaag. Wacht. Voor we gaan beginnen. Gaan we eens gelijk naar de Efteling. Kijk op YouTube van de Efteling. En ga naar Max en Moritz. Als je deel aflevering 8 aan het kijken bent. Moet je goed bekijken hoe ver ze al zijn. Nou even terug. Bij Max en Moritz, ja, zijn ze heel en heel ver al. Ik kan maar bijna niet wachten. Ja, voor de Efteling open gaat, gaan ze eens regelen waar we niet echt dichtbij komen staan met de andere mensen. Want ze hebben bij de ingang. Hebben ze lijnen nu al gelijk opgezet om meer apart te houden. Ze hadden ene poort en de andere poort. En in het midden staat ook nog een poort waar een hele grote slot op staat. Ja, ik denk dat deze video nou even zo over de Efteling zou praten. Wie degene die de Efteling fans zijn, goed meekijken. Want ik ga alleen eens over de Efteling praten en de rest over mijn kanaal, shirts en andere dingen. Dan sluit ik hier nou even over. Want de Efteling vind ik het allerleukste attractiepark van Nederland. Ja, dat zeggen ze ook. Als jullie naar Efteling YouTube gaan kijken, kunnen ze heel en heel veel van de filmpjes op van de Magische Klok. De Magische Klok is van waarvan vroeger en van nu is. Ja, ik weet alles. Ja, ik weet bijna alles over de Efteling. Dat is nummer 1 al. En dan natuurlijk nummer 2. Er zijn ook afleveringen van Ravelijn, Jokie en Jet. Speciaal voor de kinderen van Jokie en Jet. De Sprookjesboom en natuurlijk de Sprookjesboom Show. En natuurlijk de Efteling Theater. Want er is leuks aangekomen, want vanaf een tijdje geleden heb ik gekeken naar de nieuwste. Ja, op YouTube is al nieuw. Maar, nou niet echt maar. Ja, ik ga nou vertellen, daar weten jullie dat niet meer. De musical van de Efteling heet De Sprookjesprokkelaar. Wie geen er nog niet kende, dat is een sprookjesprokkelaar. Ja, die verzamelt houtjes. En een van die houtjes is een magische truc. Waar je door verschillende poorten gaat van een Efteling. Ja, dat zeggen ze. Maar wie gaat er nou mee aan het kijken zijn aan deze nieuwe vlog? Je kan mijn video's ook bekijken. Heb ik ook dingen zo over te gemaakt van de Efteling.
Kijk maar lekker terug. Als we het leuk vinden, doe een extra blauw duimpje omhoog. En natuurlijk, abonneren. Ja, de abonnees. Ja, ja. Nou, daar ga ik nou niets over vertellen. De Efteling is wel veel belangrijker. Ja, ik vind Efteling zo leuk. Oh ja, maar ik was bij 2 al. En bij nummer 3 natuurlijk. Je kunt ook dingen bekijken. Ja. We hebben verschillende attracties van Onrits. Je kunt de Onrits bekijken van Cova Festival, Joris en Draak, en een paar andere attracties. Ja, oeh. Ja, ik ben de Efteling fan. Want hoe ik erachter gekomen ben, waarom? Van vroeger kende ik de Efteling nog niet goed. Maar nu wel. En natuurlijk waren we overal in geweest, maar sommige zijn best wel oud. En ik weet dat de allereerste sprookje in Sprookjesbos, de Sprookjesbos was de allereerste, ze hebben de eerste sprookje neergezet, dat is de Kikkerkoning. En hoe weet ik dat? Ik zat net de Efteling te bekijken van Benten. Check op deze ook kanaal. Dus openstaan van de Efteling. En ja, hoe ik erachter gekomen ben. Ze hebben een klein stukje van de terug in de tijd. Van vroeger. De Kikkerkoning allereerste in de Efteling hebben gezet. Ja, dat is zo leuk. Ik was net bij het begin. Ik ben daar best wel ver al. Ja, je kunt ook shows bekijken. Ja, gewoon de parkshows. Ravelijn, Jokie en Jet. En ik moet nadenken. Oh ja, de Sprookjesboomshow. Er is een Sprookjesboomshow. De Sprookjesboomshow. Oh, deze liedje is echt heel leuk. Maar wat ik allerleukste vind, dat is de Sprookjesboom, de musical. Maar welk vind ik dan het allerleukste? Gigantisch. Dit is het allerleukste. En weet je waarom? De pop. Klein duimpje, ik vind een klein duimpje allerleukste. En natuurlijk ga ik eventjes is erbij pakken. Ja, ja. Ja, omdat ik net over een klein duimpje heb gepraat. Heb ik ook nog een klein duimpje van Novalis. Die heb ik nog zelf gemaakt. Alleen de mond ziet niet echt hetzelfde uit van de pop van de Efteling. Maar het geeft niks, maar van alles van verzinnen hoe de mond eruit mag zien. En natuurlijk de ogen en de haren zijn hetzelfde. En deze hoedje is niet echt precies hetzelfde. Maar van de Efteling is hij ronder, maar ik doe ietsje anders. Ik doe ietsje punter. En natuurlijk, de stokken, dat is heel populair. Van de poppen, daar kan je zo mee bewegen. En met de handen, ja, ook heel makkelijk. Ja, ik ben er steeds trots op. Ja, de knoopje zit erop. En natuurlijk, de rode riem. Ja, de dezelfde. De rode haren. De kledings. En natuurlijk, de handen. Ja, niet echt. Ja, bijna. Want van de Efteling, ik weet niet hoeveel ze hebben. Ja, ik denk 5. Ik denk ook 5. Weet je wat? Zet een reactie. Hoe de poppen van de Efteling, hoeveel van vingers hebben. Zet een reactie hoeveel ze zijn. Als ik de reacties ga lezen, doe ik extra een blauwe duimpje van jullie. En hoe doe ik dat? Dat doe ik op YouTube Studio. Maar daar ga ik niks over vertellen. De Efteling is veel belangrijker. En natuurlijk wil ik heel graag. Ja, ja, die heb ik al een tijdje al. Want, even kijken. Hij ligt in de kledingkast. En volgens mij heb ik iets van de Efteling. Ja, dat kan soms wel even duren. Ik leg even dit neer.
Ja, dan gaat dit echt lukken zo. Maar soms... Even kijken hoor. Ja, wacht. Weet je wat? Ik heb mijn hand wel even tegen. Want... ik heb dus heel leuks gekocht in de Efteling. En daar ben ik ook de grootste fan van. Even kijken, waar ligt die? Ja, soms is mijn kast een beetje rommelig. Ah, gevonden. Ik kijk hier even... wacht even. Ja, jullie zien mij wel, maar alleen jullie kunnen niet goed mij zien. Ja, ik heb hem al, hè. Dat was toch niet zo lang. Ja. Ik heb iets heel leuks. Want het is namelijk... de Python. Ik heb de shirt van de Python. En ik heb nog wat. Want ik ga dan dingen zo verzamelen. En natuurlijk heb ik ook nog een pet. Heb ik ook nog een pet. Oh, mijn hand zit op de camera. De pet. Ja, het is ook echt mijn echt favoriete attractie. De Baron 1898. En ik heb ook... ja, die is niet meer in de... op de kast. Oh, daar in de pet. Even kijken hoor. Nee, hier ligt even niet meer. Nee. Ja, ik heb nog iets van de Efteling. Dat is de magneet. Ook van de Baron. Want als ik naar de Efteling ga, draag ik deze shirt en een pet. Dan weet iedereen dat ik de fan ben van de Efteling. Maar eigenlijk wil ik nog een shirt hebben van de Efteling fans. Die shirt wil ik ook heel graag hebben. Dat kan ook. De Efteling gaat over een paar maanden weer open. Daar ben ik weer blij mee. En dan kan ik heel misschien een shirt kunnen kopen. Dat wel van een Efteling fan. Ja, misschien ga ik ook een dingetje Efteling laten sparen. Zoals de mini natuurs en... ja, ook dingetjes van kerst van hun. En voor een paar andere dingetjes wat ik wil. Maar de kerst kan nog even duren. Ja, de winter Efteling vind ik ook best wel leuk. Alleen mijn moeder vindt het veel te koud. Ja, want ik ben niet... ja, ik krijg het nooit bijna koud. Maar vanaf gisteren en vandaag... was er eventjes een harde windstoters. Maar ik heb, als ik dan heel goed zie, dat het niet meer is... ja, dan zie ik aan deze boom. Hij waait nog een klein beetje. Hier heeft niks. Ja, even terug naar van Efteling. Nou, over bomen gesproken, hè. Ik heb ook een favoriete sprookje. Dat is de sprookjesboom. En een Pinocchio. Ja, ik ga eerst beginnen met de sprookjesboom. En hoe ik erachter gekomen ben waarom... ik de fan van de sprookjesboom. Nou, toen ik... even kijken, van vroeger, van 2015, toen was het echt in 2015. Het was een Pinocchio geopend. Toen was ik naar de sprookjesbos geweest. Was ik naar de sprookjesbos gegaan. En toen zag ik de heel bijzondere boom. Het is uiteindelijk de sprookjesboom. Maar hoe ben ik nou achtergekomen waarom ik zo leuk vind? Die stem lijkt precies dezelfde van de animatiefilm van hun. Ja, ze hebben van de sprookjesboom hebben ze de film, de musicals en nog wat. Kijk in de Efteling en abonneer ook op de Efteling. En natuurlijk op deze jongeman, hoe die ook heet. Nee, het is maar een grapje, ik ben gewoon jonger. Ja, het is maar een grapje bedoeld. Nou komt... oh, mijn hand zit weer op de lens. Jij moet nooit je hand zo bij de lens houden. Dan kan je bijna niet meer te zien. Maar ja, dat geeft helemaal niks. En natuurlijk, de Efteling heeft twee kleurtjes. Dat is rood en goud. Waarom rood? Omdat de Efteling YouTube-kanalen heeft, dat is rood. En goud, dat is gewoon poppie. Dat hoort bij de Efteling. Wacht. Ik weet waarom de Efteling goud is.
als bij de ingang heel goed bij de ingang kijkt, dan zie je de hele grote letters van de Efteling in het goud. Ja, maar hoe hebben ze dat de letters gemaakt? Nou, ik weet natuurlijk wel, maar als geen van mij niet echt niet in gelooft, ga naar Efteling YouTube kanaal van de Magische Klok. Nee, ja, ook de Magische Klok en ook bij andere dingetjes. En natuurlijk goud. Dat goud. Ze hebben zo papiergoud op de letters geplakt. Nou, geplakt. Neer opgelegd. Maar de letters hebben ze eerst van vorm gemaakt. Hoe het eruit komt zien. Als ze ze weten, gaan ze in groot maken. Dan gaan ze voor eerst met zo'n spul overheen doen. Waar ze... Ja, ik zou niet je hand overheen doen. Dan plak je helemaal vast. Maar dat wil je niet. Je wil niet op het dak van de Efteling hangen. Nee. Ja, dat zou wel leuk zijn op het dak van de Efteling staan. Maar dat mag niet. Dat zijn de regels van de Efteling. Efteling zijn heel goed geldig. Een dikke duimpje van de Efteling zelfs. Oh ja, en nou even terug van de gouden letters. Ze hebben zo erop gelegd. En met erop gestrijkt. Ja, niet met die echt met die strijkding. Gewoon met de handen goed plat maken. Zonder die lelijke randjes ziet. En dan maar top. En natuurlijk, ja, als de Efteling weer open is, wil ik weer naar de Efteling. En waarom? Omdat ik de Efteling abonnement heb. Eerst had ik nog geen Efteling abonnement. Dan moest ik gewoon eerst betalen, gewoon. Maar dat is helemaal zinloos. Maar met de Efteling abonnement, wil je geen dat hebben, als je naar helemaal in de park wil gaan, ga gewoon... Niet bij de kassa staan, nee. Je gaat gewoon helemaal naar achter lopen. Dan zie je van die poorten. Daar kun je zo naar de attracties en sprookjes. Daar zie je een apparaat staan. En de medewerker staat ook daar. We moesten dit laten zien en dan zo in de on laten schuiven. Dan mag je naar binnen. Ja, volgens mij ben ik een beetje meer... Neus. En natuurlijk ga ik ook nog sowieso als ik in de Efteling ben natuurlijk ook. Ik heb weer even jeukneus. Wel af en toe vervelend, die jeuk aan mijn neus. Maar we gaan niet zoveel over te klagen. Want als jullie weten bij een andere video van mij, daar knutsel ik heel graag. En wat ik eens een keer geknutseld heb, dat is deze hier. Heb je eens een keer gezien in een andere video. Check die andere video van deze knutselwerk hier. Van de camera. Want waarom knutsel ik graag? Want omdat ik de Efteling fan ben of de Efteling gek. Nou, de Efteling fan. Vind ik veel beter om te zeggen. Ja, en waarom? Maar waarom ben ik nou een knutselaar? Ja, omdat... Ja, wacht. Ik heb een tijdje geleden iets leuks gemaakt van mijn vriend Julian. Want die woont bij mij daar in de straat. Volgens mij heb ik een beetje hardop gezegd, maar dan komt daar zo'n balletje. Nee. Wacht even. De straatnaam mag ik niet zeggen. Alleen de straat mag je wel zeggen. Maar ja. Die houdt ook van de Efteling. En ik heb eens een keer een poppetje gemaakt van Carnaval Festival. Want daar ben ik zo goed in. Maar hoe heb ik dat gedaan? Als je ook wilde. Heel misschien ga ik er een video van maken. Of misschien ook niet. Weet je wat? Als ik geen video over maak. Nee, ik zeg geen video. Als ik een video van maak, ga ik nu even vertellen hoe ik dat allemaal doe. Je moet eerst van stap beginnen. En je pakt een ballon. 2. Oude kranten. 3. Behanglijm. En waarom behanglijm? Dat is heel stevig lijm. En nummer 4. Plak de ballon onder.
En maak de kranten eroverheen. Laat het drogen. En pak je nog een ballon. Maar niet te groot, maar iets kleiner. Maak je ook met de kranten eroverheen. En dan maak je hem rood. Want er wordt een rode neus. Er wordt zwak kunnen van festival. Misschien ga ik eens een keer Jokie namaken. Voor mijn nichtje. Die houdt van Jokie en Jet. Dan moet ik even over Jokie en Jet over hebben. Bij Carnaval Festival is ook de populairste attractie van hun. Oh. Ik vind Carnaval Festival zo heel leuk. En natuurlijk heeft ze een tijdje geleden. Zijn er sommige mensen die zo mee eens zijn dat de poppen met zo'n neus gingen. Toen wou ze veranderen. Vond ik ietsje mooier dan eerst. En waarom? Want de neusringen vind ik niet zo mooi eigenlijk. Daar ga ik daar voor eerst niks over vertellen. Maar de Carnaval Festival blijft de populairste van de Efteling. En ook de Efteling zelf. Wacht. Efteling-medewerkers. Als je deze ook bij je kijken. Dikke duimpjes van jullie. Woe! Ja, en ik denk dat ik even de video even goed afgesluiten. En de titel, ik weet wat het wordt, de Efteling, of de Efteling, of, wacht, ik ga daar over mijn verzinnen. En ik krijg een nieuwe binnen in mijn hoofd. Het wordt de F, praten met YouTube-vlog. Nee. Nee, wacht. Ik ga dat hier wel laten zien hoe het eruit komt zien. Ik ga deze video dan even afsluiten. Vond het trouwens een hele leuke video. Abonneer zeker verder op YouTube-vlog. En natuurlijk doen we ook sowieso de abonneren op de Efteling. Ga naar www. Nee, wat nee. Ga naar YouTube en ga naar lekker kijken van de Efteling, meneer. Efteling. Nee, de Efteling zelf. En natuurlijk zeg ik jullie allemaal. Later. En van jullie Efteling, tot gauw. We'll be right back.